Welkom bij Behind the Scenes, de podcast die mensen achter de schermen voor minstens één keer voor de schermen zet. Vandaag een visual artist met al veel, heel veel ervaring in onze podcast. Lucas Herwoud is 25 jaar en actief Klops. als grafisch designer, fotograaf en videograaf. Hij werkte al samen met lokale artiesten zoals AC Jong Mavu, Ian Thomas, Laura Zoro, Dicke enzovoort. Maar zijn werk werd ook bekend in het buitenland, waardoor hij een van de bekendste artcovers van Juice WRLD mocht ontwerpen. Deze man leeft onder het motto Make art every fucking day en zo'n mentaliteit is graag gezien in de kelder van Kafka. Welkom Lucas. Thank you. Schone intro ook. Goeie intro. Yes. Ja. ja, Het Goed was. Gekeurd. Het was um, ja, obvious hè, met die mooie Instagram. Ja. Ik heb hem wel best wel teruggeschrold om zo wat te zien. Maar speel, daar, staat, uh, ja, daar staat heel veel op, ja. maar wel kijken cool. Merci. Dus ja, ik, wij waren wij eigenlijk, voor de mensen die dat nu weten, we probeerden nu onze vorige opnameperiode te pakken gekregen. Maar toen was er daartussen gekomen. Ja. En geen erg uiteraard, dat nu wint Maar toen stond er um, offline modus op je Instagram. Mm -hmm. Heb je vorig jaar een uh, druk jaar gehad, waardoor het daar nodig was. Die um, offline modus was. Um... Dus dat is echt grappig dat je dat eigenlijk hebt opgemerkt. Ja, ah. Ja. Ja, ja. Um, maar dat was eigenlijk echt gewoon: I was not at peace anymore. En ik had het gevoel dat um, er heel veel achter de schermen gebeurde, vooral dan aan de Amerikaanse kant, waarbij dat ik de integriteit uh, van mijzelf als artiest zijnde, begon te verliezen. Mm -hmm. um, dus ik moest mezelf gewoon even verwijderen van sociale media. En van het hele gebeuren om altijd een kunstwerkje te proberen te maken om een algoritme te pleasen en om bepaalde mensen in het buitenland te pleasen. Ik wou mijn eigen terugvinden als persoon zijnde en vooral in mijn kunst. Ja. En daarmee dat die offline mozes er ook zo duidelijk stond. En dat wil echt zeggen dat jij dan een paar weken of zo uh, niet meer online wordt? Uh, ik was online, ja. maar ik deed niks meer in functie van online zijn. En dat was een verschil. Helemaal in het begin van mijn carrière was dat allemaal zeer jeugdig en, en zeer uh, foolish, laat ik zeggen. En ik maakte waar en ik expressde mij op mijn eigen manier. Maar na gelang, zeker na Juice World, dat ik evolueerde als artiest zijnde, had ik het gevoel dat ik meer deed gewoon om iets online te kunnen zetten. Ja. En de hele dynamiek op het online landschap begon ook te veranderen. En uh, het algoritme begon te veranderen. En we hebben dan Reels die erbij kwamen en TikTok. En ik had niet het gevoel dat ik binnen dat plaatje paste. Ja. Dus ik moest gewoon die tijd voor mezelf nemen om te, om te realiseren van... Wie ben jij als persoon zijnde? Wat zijn je waarden? Wat is de value die je brengt aan mensen? En hoe kunnen we dat voortzetten? Ja. Op een genuine manier, maar ook op een manier dat... Of course, dat jij uh, engagement kunt creëren en eender waar. Ja, wij zijn zo wat... Lovers, allee, or haters, een beetje meer aan de hate-kant van de socials. Omdat zeker nu, zo voor fotografen, is dat echt. Misschien een foto post, dat moet al zo vier, vijf zijn. Dat mag niet meer horizontaal zijn. En ja, we doen dan vooral ja, concerten. Mm -hmm. <laughs> dat is echt een ramp. En hoe is uw relatie zo met social media? Is dat voor u heel belangrijk? Of zou je ook gewoon liever hebben? Dat is zeer niet was... belangrijk. Want ja. Zonder sociale media zou ik hier nu niet zitten. Zijn dus, jij daarvan overtuigd? Ik ben daar 100% van ja? overtuigd. Maar, en die babbel heb ik ook gehad met Kit bijvoorbeeld. En dat is ook, ik zie dat aan als mijn grote broer. Die geeft me hm. heel veel tips. Uh, die, die heeft ook geen filter voor zijn mond. Dus die kan je uh, gedachten op zijn plek zetten bijvoorbeeld. Ja. En uh, ik realiseer me maar al te goed, de people, de mensen, dat zijn de mensen die ik moet bereiken. Want dat is aan de hand van sociale media. Sociale media is gewoon een mooi medium, dat is uw uithangbord. En hoe dat je dat aanpakt, als jij, zoals je dat nu tegenwoordig ziet, zo aan een graphic designer en je een design komt over twee seconden op, maar voor de rest is jij flexen van dat je mooi zet en zo. Yeah. Dat is niet genuine, maar je kunt het wel op een genuine manier aanpakken en je kunt eigenlijk aan de touwtjes trekken van de sociale media en het naar je eigen hand brengen, basically. Yeah. Dus um, sociale media is een, een, een heel grote factor in mijn carrière als artiest en hoe dat ik iedereen bereik. Maar het uh, is dat wat ik dus realiseerde. Hoe profileer ik mij? Hoe wil ik mij profileren? Wil ik een schaapje zijn en mee in dat rijtje gaan lopen? Of wil ik een grootmeester zijn en wil ik mijn eigen. Uh, vernieuwend, heel het profileren op sociale media. En hoe doe je dat dan? Dat vernieuwend, wat, of, of was je dan eerder als schapen en hoe probeert jij dan... Uh, schaap zijn we en, en iedereen doet dat op een bepaalde manier bewust. Iedereen ziet, kijkt gewoon los naar de nummers. En als je kijkt naar de nummers, dan, dan heb je zoiets van: ja, oké, okay, als in likes halen en een aantal followers. Ja, en en, 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 en hoe, dat het, uh, hoe dat Instagram zelf ook vertelt: van ja, kijk, um, je moet dit en dat doen en, en dan zal dat best werken. Dus iedereen probeert dezelfde, hetzelfde staming te volgen. Ja. Online, op TikTok, en er wat, Van um, wat dat best werkt als content. Maar daar verlies jij je, je waarde door. Dat is Dump content, daar verlies jij je waarde door als artiest, want je zijt niet hetgeen aan het doen wat je echt moet doen. En dat is gewoon je kunst maken, onbezonnen, childish, foolish, basically. <laughs> en daar realiseer ik nu, dat moet ik blijven doen, maar er zijn natuurlijk wel hier en daar dingen uh, waar ik meer in moet uh, uitblinken op het vlak van. Um, als ze zeggen, videocontent gaat de future zijn, ja. film dan gewoon je proces, maar doe doet nog steeds het op dezelfde manier. En ik weet, ik als artiest zijn, ik ben iemand die heel graag mensen support. En ik, maar ik ben ook een die heel graag rant in mijn artworks. Want ik, ik ben een, een emotionele guy, dus dan stop ik mijn gevoelens in, in de artworks. En nu doe ik dat aan de hand van satire hier een beetje. En dit en dat, waardoor dat je dan interesse creëert bij andere mensen. Omdat die, je moet eigenlijk altijd ervoor zorgen dat er een, een, een vraagteken boven je hoofd staat. Okay. Maar dat het duidelijk is. Worden mensen van, er is een vraagteken boven zijn hoofd, dus we willen het meer weten. En ze beginnen ah, te scrollen. Zo'n een nieuwsgierigheid een Nieuwsgierigheid, op, nieuwsgierigheid en... creëren, ja. Oké, okay, cool. Ja, want het ding is, je van juist al voor we begonnen, van je hebt, de, je hebt een expo, al heb je hebt een paar jaar geleden gedaan. Ja, 2019. Was en dat. toen zei het tegen ons ook van ja, dat is eigenlijk een beetje zo wat de start geweest van mijn carrière. En toch zeg je zoals ja, social media is toch nog altijd heel belangrijk. Zonder sociale media had ik mijn visie rond mijn expo niet kunnen verkondigen. Okay. Zonder sociale media kon ik die online advertisement niet doen. Zo. En zonder sociale media kon ik geen nieuwskanalen bereiken. hadden zij geen enkel, geen enkel bewijsstuk van wie is Lucas Herbot, wat doet hij. De sociale media is eigenlijk de cement van, van alles wat ik doe. Maar ik geloof natuurlijk dat je dat op datgene wat je ernaast zet, je dat moet blijven doen. Daarmee wil ik nu ook een volgende show organiseren. Okay. En die komt eraan. Die show die komt eraan. Um, en dat is gewoon het moment dat ik mijzelf als persoon naast de mensen kan zetten. En dat mensen mij kunnen begrijpen. Ja. Maar de sociale media is, is gewoon de game om aan andere mensen te tonen die mij nog niet begrijpen. Van dat ik een liefdevol persoon ben. En dat ik mijn kunst graag maak. En want de sociale media daarin is zeer belangrijk. Oké, okay, cool. Ja, over die een expo misschien nog. Hoe zag die een eerste eruit? Voor de... ik, ik was er niet. Ja. En de hoogste mensen die aan het luisteren zijn ook niet. Um, hoe zag dat eruit? Uh, hoe was dat? En waarom wilde er een tweede doen? Um, ik ga eerst beginnen met het verhaal van hoe dat die expo tot stand is gekomen. Zeker. Dus um, ik was gestopt um, met mijn schoolcarrière. Want ik wil kunst maken en ik had mijn eigen voorgenomen. Binnen een jaar tijd wil ik een expo organiseren. Ja. En waar je gestopt in het middelbaar? Hogeschool. hogeschool middelbaar oké. heb ik nog gefinished, uit respect voor mijn ouders. Oké. Uh, en hogeschool wou dat ik dat deed. Ja. En waar dan het volgen op de hogeschool? Ik was media Antwerp. Antwerpen. Heb dus um, ja. gestudeerd? Ja, ah, wel. Maar daarvoor had ik eigenlijk printmedia gedaan. En vooral ah, aan ja. de hand van zelfstudie wist ik alles al. En de leerkracht zei tegen mij toen van, whatever you do... Is niet correct. En ik was gewoon zo van hier dikke middelvinger, want kunst is. moet niet correct zijn. Nee. Kunst is gewoon alle regels in de vuilbak en je doet whatever you want. En iedereen dat is open voor interpretatie. Er gaat er een zijn die dat tof vindt, en ander vindt dat niet tof. Maar terug over de expo. <laughs> ja. um, dus ik had mijn eigen voorgenomen om binnen een jaar tijd een expo te organiseren, gestructureerd, alles op en raan. En dat was dan uiteindelijk geslaagd, omdat ik mijn visie kon verkondigen aan bepaalde mensen binnen de kunstsector die in mij wilden investeren. En. Um, de expo was eigenlijk zeer simpel. Een ruimte in het Museum van Sint-Niklaas met 50 art pieces. Oké, okay, dat is toch al een mooi aantal? Dat is een mooi aantal, ja. maar als je gaat kijken naar al het werk dat ik dagelijks steek, ik maakte ik maakte acht artworks per dag. Oké, okay. dan is en, het een heel kleine selectie. Het was gewoon een selectie ja. en filteren. Dan was er een, een beamer waarop uh, gewoon uh, heel snel achter, achterin al mijn werken volgden, plus de fotografie die ik deed. Uh, maar hetgene wat vooral het verschil maakte op mijn Expo, was klinkt dom, maar ik heb iedereen een dankje aangeboden. En iedereen die binnenkwam, die heb ik gewoon aangesproken. Uh, ik probeerde eerst de mensen te begrijpen vooraleer dat ze mij konden begrijpen. Want als jij in een Expo ruimte staat, en er komen mensen binnen omdat ze geïnteresseerd zijn in je als persoon, en jij bent bang en je verschuilt je dan aan mensen gewoon denken van ook al is je kunst zo goed als dat je denkt dat het is. Daar gaat niemand je kunststof in, omdat ze je kunst direct associëren met jezelf. Ja, 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 dat is waar. Dus, dat is wel een hele goede uh, tactiek. Een tactiek. Alleen tactiek, dat is, dat is een heel <laughs> mooi ding. In, in een doen. bepaalde zin is het een tactiek, maar. Uh, If je if, if you're like that as a person, it shouldn't be attacked. Nee, nee dat is dat gewoon natuurlijk. Nee, dat is kei tof. Alleen ik gaan een expo zien, een zien en jij komt eventjes zeggen, wat echt tof is. Allee, dat Voila. moet totaal niet. Voilà, inderdaad. Maar zelfs de oudste persoon die er binnenkwam, mij deed dat heel goed om te zien dat hij vertrokken met een smile op hun gezicht. Voila. Kei -tof. En, en ik, 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 wou, ik, ik zei dat zelfs tegen mijn vader en mijn vader stond daar gewoon zo. Jij moet je kunst verkopen, dan moet je het beseffen maken. <laughs> en ik wou dat niet doen. Dus ik sprak gewoon de mensen aan en dan gingen die mensen naar mijn baan te zeggen: van, ah, chic. En mijn pa gewoon zo. En nu wilde ik toch kopen? En die mensen, ja. Dat is en... echt zo'n vadermove Een vadermove vader ja. want mijn vader wil natuurlijk dat ik geld verdien in mijn leven. Dus ja, ja. mijn vader heeft die eerste aanzet gezet: van, kijk, je vindt mijn zoon een toffe gast. Dus je kunt eigenlijk die kunst ook kopen. En na een tijd kwamen mensen gewoon binnen en zeiden: kan ik dit kopen. Maar wat was dat gevoel toen dat heb was, ik. Het... Ik voelde me machtig natuurlijk. Ja, hè. Zo, mensen die, die naar u komen en zeggen: Dat is kei chic ik geloof in u als artiest, zijn. ik wil in u investeren. Ja, en, dat is en, kei en mooi. Dan, dat is ja. het beste compliment dat je kunt krijgen. Dat was geweldig. En mijn ma was er elke dag met mij dranksgezant inschenken voor mensen. En ze was trots en dat maakte me heel gelukkig. Ja, uiteraard. Omdat, op dat moment, ze was zeer bang toen dat ik stopte met school. Ze zei: van ja Je had al blij mogen zijn als je een normale job hebt. En maar ook, dat vind ik wel zot. Dat, allee, als je zo drop-out bent, middelbaar of zo. vind ik dat nog wel sava als je ouders. dat zeggen, zegt, want dat heeft misschien nog wel een reden. maar jij hebt dan wel zo'n middelbaar wel afgemaakt. en je waart zelf creatief bezig. En denk dat, ik wel dat, dat, dat je. Is omdat er in de familie, en dat ga ik eerlijk zeggen. in de familie hebben wij ook een kunstenaar weten. meerdere kunstenaars, die. Alleen maar concentreerde op hun kunst te maken. En er was er een die zeer gefocust was op het tekenen van Napoleonbeeldjes en de volledige historie van Napoleon en de, uh, de slag van Waterloo van buiten te leren. En die was daar zo gepassioneerd in, maar hij kon zijn kunst niet verkopen. En die was eigenlijk straatarm en die uh. is ook uh, ongelukkig overleden door de kwaaltjes. Ja, dus toch en... een beetje het bezorgdheid of zo? Zeker het bezorgdheid. Ja. Ja. Voor, voor mijn ouders is dat... Die willen dat niet zien, hè? Nee, dat, snap dat, ik. Dat, ik, dat ik zeg van, ik stop naar school en ik ga gewoon iets doen, zo niche, ook al wil ik dat en ik ben daar gelukkig mee. En mijn oma heeft mij daar recent ook nog gezegd van, als kunstenaar zijnde, Lucas, jij moet dat beseffen, jij bent gewoon aan het werken voor je begrafenis. Je bent aan het werken om je begrafenis te kunnen betalen. Amai. wacht is dat iets is dat positief Moet ik dat positieve <laughs> dat, dat, is, dat, is, dat is een heel goede les voor mij. Ja? En, en, en ja, wat, wat is daar, het, het gedacht of zo, de rechter? Uh, die zegt gewoon zo van, jullie zijn zo gelukkig als dat je het maar bent, hè, maar je gaat arm blijven. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Maar dan, dat is wat mijn broer ook zei, en vrienden van mijn broer, dat zijn zeer wijze jongens die uh, bezig zijn op, 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 op uh, businessvlak wereldwijd. En die zeggen ook van, kijk, je kunt je profileren als een van Gogh, <laughs> en die heel tijd je kunst maakt, vooruitstrevend, maar die blijft arm en uiteindelijk wordt die zot en die snijdt zijn oor af. Of je ge wordt gelijk naar Rembrandt. En die, is, das, die was eigenlijk kunstenaar, maar ook businessman. Die wist hoe dat hij zijn business moest doen. Die wist hoe dat hij um, eigenlijk mensen kon betrekken bij zijn kunst, in functie van zijn kunst. Ja. Maar, dat, dat, goeie, dat doe jij ook met je socials. Ja, dan, onder andere. Ja. En dan raak ik nu ook... Verder proberen te doen met die show. En dan heb ik uh, die show die gaat afkomen. En Wanneer is ze een witte al? Of is dat nog in de Dat kan ik nog niet zeggen. Ah, ja. jammer, jammer. Ik denk. We, zijn, we zijn nu vooral in development ja. mode, dus alles uh, neerschrijven. Ik wil ook gewoon vooruitstrevende dingen doen. En ik wil niet zo de eerste zijn hier in de industrie die iets doet, maar ik wil het goed doen. Ja, en um, wat komt er eigenlijk allemaal kijken als je zo'n expo wilt organiseren? Want je zegt al we, dus ik denk niet dat je dat alleen aan het doen, ik dat zo. samen met mijn broer. Oké, okay, ja. tof. Ja. En mijn broer is eigenlijk projectmanager van een bedrijf die producten verscheept naar China. Um, dus die weet wel hoe ja, dat, dat uh, project van... moet en hoe dat die bedrijven zich moeten profileren in China. Maar wat daar vooral bij komt kijken nu, want wij willen het goed doen, wij willen een gigantische projectsubsidie aanvragen voor um, self-development, dus dat je eigenlijk op een, 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 een verloop van meerdere jaren zou uitbetaald worden. En wat komt daar allemaal bij? Kijk, ik moet eerst opschrijven wie ben ik als persoon zijnde? Wat doe ik? Wat heb ik allemaal gedaan? En wat is mijn visie voor de toekomst? En dan een businessplan creëren. Ook al als kunstenaar zijnde denk je van... Ja, een businessplan. Uh, hoe ga ik monetizen van mijn kunst en op welke vlakken ga ik dat doen? Uh, en dan is er een cijferbijlage dat je moet maken, een hele begroting, alles erop en eraan. En uh, mensen die je moet aanspreken, offertes aanvragen, zien wie dat er wel mee wil werken, wie dat er niet mee wil werken. En dan moet jij kunst tegelijkertijd ook creëren en ervoor zorgen dat die kunst goed is en vooruitstrevend is naar je eigen... Uh, Um, naar uw eigen, hoe zeg je naar uw eigen gevoel. Ja. En al die dingen moeten dan samenkomen tot één eindproduct, een show dat gewoon zo draait. En je moet je visie ook nog kunnen verkondigen tegelijkertijd naar de mensen. En dat lijkt allemaal nu complex, maar van het moment dat je die oefeningen aan het doen bent, begin je te beseffen van, ah, dit ben ik ja, het als persoon. Een, ja. en... Het een heb je nodig om zo wat ander te doen. Ja, en dat, is, dat, is dan, ja, dat, dat loopt allemaal samen. En, en ik merk dat nu op een heel korte termijn ben ik veel beter aan het worden op businessvlak. En als persoon zijn en hoe dat ik uh, mijn kunst maak en naar mijn kunst kijk. Dat, dat is ik... een heel goede zelfreflectie eigenlijk. Zeker. En zeker. financieel ook. Alleen we, uh, we kunnen daar heel braaf over zijn, maar... Zoals gezegd, als je geen geld verdient, dan kun je moeilijk blijven verder doen. Dus ik denk dat dat wel een ding is dat echt heel belangrijk is. Dat je daar ook mee bezig bent. En ja. Er zijn heel veel mensen die daar zo wat schaamte in hebben. Van ja, ik, ik ga nu dat investeren of ik ga nu dat doen. En dan denk ik ja, nee, nee je bent, je bent in Senegal is altijd een ondernemer. dat kunst maakt of fotografie of weet ik wat. Doe. Dat, dat is belangrijker, dat financieel vlak. Tuurlijk. En, en ook het financiële vlak is een, is een maatstaaf. van hoe dat je, je eigen. Waarde, schat als artiest zijnde. Vind ik toch? Als jij als artiest zijnde uh, zegt van, kijk, ik, 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 ik wil alles voor u doen en die fout heb ik ook gemaakt. Ik wil alles voor u doen en je mocht mij 50 euro betalen voor weken aan werk. Dan gaat iedereen gewoon over je lopen en denken van, we kunnen die toch gebruiken voor IndoA. Want het is, is, eh, onbewust schat hij zijn eigen zo laag. Ja, dat is wel zotte. Mm -hmm. vind dat... De... Dat, is, dat, is, dat is gewoon op je strepen staan, je ja. lijn trekken en zeggen van kijk... Ja, en de meesten betalen wel. Zo. Tuurlijk. Dus, uh... Als ze echt mee willen ja. werken, kan ze betalen. Dat is waar. En dat is, dat is, dat is, dat is een... Allee, je moet in je eigen geloven als persoon, je kwaliteiten als persoon zijnde, um, dat je dat een, een value kunt leveren aan, aan mensen. En als die mensen in je value geloven, dan wil die eender wat betalen. Dat is waar. Ja. Want uh, hoe heb je dat, hoe lang zit je nu uh, zelfstandig hier dan? is mijn zesde jaar. Zesde jaar, hoe was je in het begin, alleen financieel, hoe heb je dat gedaan? <lacht> uh, <lacht> ik, ik heb niks financieel gedaan, ik heb gewoon iedereen gestuurd. Ja. Ik heb gewoon gezegd van, yo, let's work. En ik verwachtte geen geld. En mensen zeiden het zelf van, maar alleen, je doet dat zo goed, hier is geld. En na een tijd, was mijn vader wel zo, jij moet geld beginnen verdienen <laughs> manneke. je hebt hier wel je sociaal, je zelfstandig statuut. Ja. Jij moet, jij moet geld zien te regelen. En nu, na lang de jaren, en, en ook omdat, vooral omdat ik met Amerikanen heb gewerkt, en die kunnen soms zeer uh, bewust gebruik maken van uw kunst. En, Als in, hoe op je? Van je diensten gewoon zo, ja. um, Zij, zij um, het is uh, heel vaak een mentaal spelletje in de kunstwereld. Dus, ehm. Um, als jij uh, zegt van: Dit is mijn waarde, en zij gaan zeggen: Nee, wij betalen niet zoveel voor waarde. Ook al zijn dat de grootste artiesten in de wereld, wilde jij plooien. Dan zegt jij van: Oké, okay, ik ga het doen omdat ik geloof dat daar iets uit zal komen. En zij maken daar gewoon gebruik van. En dan wordt word je naam er niet bij genoemd. En inderdaad, waardoor dat je uiteindelijk voor een kleiner bedrag iets keihardig hebt gemaakt, maar niemand weet dat. Zit jij goed in onderhandelen? Ik ben veel beter in onderhandelen. Ja. ja. Ik denk dat ik nu goed ben in onderhandelen, ja. Durf ik te geloven. Alles, oh, voilà, en, dat ja, dat is goed. Dat is misschien wel dat ze willen laten geloven, dat je er goed in zijn Ja, vroeger wilden ze mij dat laten geloven en dacht ik dat dat was Dan komen er altijd beloftes af en, oh, en je gaat meer krijgen op een verloop van maanden en een gratis gsm en noem maar op. Ja. En uiteindelijk koop je die gsm zelf. Ja. En reis je naar daar en probeert je met hen te onderhandelen en zeg je gewoon zo, ja, dat is goed en die kunst is cool, ja. En je hoort er niks meer van. En, en de les die ik daaruit getrokken heb is van, het is niet van, van de... Het is niet... Allee, hoe, hoe zeg je dat? Um, nou, veel loze beloftes hè, nee. De data die beschikbaar is, kan u veel minder zeggen dan de data die niet beschikbaar is. Data die niet beschikbaar is, want nu denk ik in termen van data, maar zo, dingen die niet geweten zijn en uh, waar dat je op aan het speculeren zit, uh, kan u meer vertellen dan hetgeen dat ze nu gezegd aan het zeggen zijn. Ah, zo ja. ja. Ze zeggen, ah, je kunt ze kijken cool aan dit en dat, maar ik werk nu al voor twee jaar niet actief met jullie mee. Wat wil dat zeggen dat jullie je spel met mij aan het spelen zijn? En, en kun je dan ook als je zo mensen het makkelijk loskoppelen van hier stop het? Ik ga... Dat is pas sinds uh, dat sinds, like ik zei offline-modus, ja. dat ik ben beginnen te bezinnen en een reflectie naar mijn eigen toe, dat ik echt realiseer van je moet op je strepen staan. Moet u eigenlijk respecteren. En zijn er daardoor, ja, klanten dat misschien een slecht woord, maar verloren? Of heb je zelf samenwerkingen stopgezet? Of zo van... uh, nee. 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 Zo, ik lever mijn dienst, ik lever mijn dienst goed. En de mensen zijn daar tevreden mee. En de mensen die niet meer met mij willen werken, zijn de mensen die mijn waarde niet willen inzien. Dus ik, ik geloof dat ik niemand verlies. En op termijn, als ik nu dat ik mijn eigen hand developer ben als artiest, geloof ik echt van. Ja, die mensen gaan wel terugkomen. Omdat zij uiteindelijk gaan realiseren wat we deden en was niet correct. Ja. En je hebt al een paar keer gezegd, maar ja, je, mee, je werkt met Amerikanen af en toe. En dus je doet ook internationaal werk. Wat is eigenlijk zo wat het grootste verschil met zo internationaal, of die Amerikanen werken en lokale artiesten zoals bij ons? Um, ja, hier is het gewoon. Hier doen we het. Uh, Europeanen zijn zeer gepassioneerd voor wat dat ze doen. Amerikanen zijn redelijk oppervlak. Ja? ja via... is, dat de is dat niet onhandig om je samen te werken of juist makkelijk? Ja, dat is, dat is, dat is tof. Omdat jij op business-professioneel vlak heel snel bijleert, want zij zijn gewoon puur nummers. Numbers en quantity, not necessarily quality. En hier is het: wij stoppen zoveel, we zijn zeer gepassioneerd, wij stoppen zoveel moeite en emotie in ons werk. Waardoor dat wij natuurlijk op wereldvlak zeer hoog geprezen zijn op artistiek, uh, alleen gewoon hoe dat we artistiek omgaan met dingen en development en technologie enzovoort. En in Amerika is dat gewoon zo van hoe kunnen we dit upscalen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit het meeste verdient en, en dat we de meeste mensen kunnen bereiken hiermee? Dus het is both of best worlds en soms botsta. Want ik ben zeer gepassioneerd over mijn, over mijn skill en over wat ik doe en de mensen daar rond. Want er zijn, ik ben niet de enige die zo'n dingen meemaakt. En ik ben dan uh, mijn morele radar begint gewoon drie secties te doen. dat lijkt mij heel moeilijk om zo bij die Amerikanen zo je buikgevoel te volgen. Zeker. Want zij zijn ook zeer goed om zij weten ook dat nou, dat zijn zeer gepassioneerde mensen. Ja. Dus die kunnen zo dingen op tafel smeten, waardoor dat jij je beter voelt. En dat jij al je moeite erin stopt en zij zijn dan ineens van: Oké, okay, thank you, ciao, bye. Ja dat, is heel, ja, dat lijkt mij heel moeilijk wel. Toch zeker jij eigen dan zeker heel veel. Je ziet ook op de socials en zo dat jij daar heel veel mee bezig bent. Ja. En dan is dat zo, zoals gezegd: in numbers dat is heel oppervlakkig. Mm -hmm. Dus dat lijkt mij niet zo simpel om daarmee samen nee, te werken. Ze zijn zeer, zeer privé over hun gevoelens. Ja. En terwijl wij kunnen daar zeer open over zijn. En, en Wij moeten eerst ons gevoelens op tafel kunnen leggen. voordat we met een fris hoofd ergens in kunnen gaan. En ergens aan kunnen werken en dat goed kunnen doen. En bij hen is dat gewoon zo, bij de flick of a switch. kunnen die gewoon zo, ik zou niet zeggen wolvenmentaliteit. maar wel zo eagle eyes op iets en gewoon ervoor gaan. En dan zet je ze van ja, maar <laughs> ik voel mij daar niet goed bij. En ze zijn gewoon zo van oké, okay, ja, dan hoort je daar niet bij. En um, uw eerste internationale opdracht, hoe heb je die eigenlijk uh, kunnen krijgen? Expo. De Expo, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En uh, hoe is dat dan gebeurd? Ligt een keer uit. Um, dus die Expo had ervoor gezorgd dat, ik, uh, dat er heel veel ogen op mij geworpen werden in een industrie. Eigenlijk mijn allereerste officiële betaalde internationale project Juice World. Oké. Okay. Ja. En is dat dan, dat is misschien een heel onbeleefde vraag, maar gaat dat dan echt om veel geld in vergelijking met. Waar dat je hier zou krijgen voor een cover art, dat is sowieso. Ja, Dat is sowieso. Maar als we gaan kijken op commercieel vlak en de, de commerciële volumes die daarin gepusht worden. Um, en er is ook zoiets, een, een, een zeer duidelijke geschreven wet in, de, in, in, in het Europese gerecht: van een artiest wordt verloond voor zijn werk, maar moet ook, zeker als er commerciële exploitaties zijn op, op je werk moet een persoon ook auteursrecht krijgen. Ja, ja. Want um, ik lever bijvoorbeeld iets van werk, maar dan wil dat ook zeggen dat, er, um, dat mijn werk wereldwijd gebruikt gaat worden, waardoor dat mijn werk, mijn originele creatie minder origineel wordt, want iedereen probeert daarvan af te kijken en, en dat wordt overal gebruikt, waardoor dat ik eigenlijk minder kan verdienen. En dat is een... Dat is een, dat is een... Nou, dat je copycats krijgt. Ja. Ja. En dat gebeurt zeker. Hè. Van Tokio tot in Barcelona tot in Australië. En, en dat is iets waar ik, waar, waar ik mij bewust van ben geworden en iets waar ik gevoeld heb. Maar Wist je dat toen al, toen je die opdracht kreeg? Mijn pa zei mij dat. Oké, okay. dat maar is wel echt. Mijn pa, mijn pa zei mij dat, maar ik, ik heb mij daar niet in geëngageerd. Terwijl dat, ik heb mijn papierwerk wel heb gedaan. In de zin van uh, merci aan mijn pa vooral. Um, shout out. En, ja, papa. Shout out, papa. <laughs> um, maar mijn papierwerk was al in orde. Dus aan de hand van facturen, je je terms of service en in de waarbij dat je gewoon interne je verduidelijkt van hoe dan mensen met je moeten werken. Ja. Maar zelfs jij zijt nog steeds degene die gaat negociëren uh, binnen in een project en noem maar op. En um, ja, er werden mij dingen beloofd. Een vaste job, en noem maar op, enzovoort, enzovoort, waardoor ik heel veel moeite heb gestopt in dat project. Dat kan World. Onder andere, yeah. waar, waarbij ik dan uiteindelijk betaald ben geweest, maar uiteindelijk sta ik daar alleen nog steeds. En die beloftes die zijn dan niet nagekomen, terwijl ik 100% mijn beloftes ben nagekomen, omdat ik mijn passie en mijn moeite yeah. daarin heb gestopt. Daarmee dat hij zo graag met Europeanen wil lossen, wil ik, ja. Ja, jij, um, aan mijn waarschijnlijk. Ja. En hebt jij aan dat artwork alleen, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Dus die contacteren nu en zeggen die deze. En dat is zeer mooi. persoonlijk als ze contacteren. Ah, dat, dat, dat is wel leuk. Dat, dat is zeer leuk. Dat is, we, we springen op een FaceTime of, of via okay. WhatsApp en we sturen u gewoon met elkaar. En dan zeggen die van: Kijk, we hebben hier dat idee om, om een, een albumcover te ontwerpen. Want dat was dat, al toen hij gestorven, denk dat ik. Dat was toen hij ja. al overleden was. Um, ik zei dat als een, een heel mooie bijdrage aan zijn legacy als artiest. Ja. Uh, en ik wil iets tijdloos creëren. En zij zeiden gewoon van kijk, dit is de moeitebord die we hebben, de kleur die we willen aankaarten. Dit is de schilderij van een persoon hier in Amerika dat we geweldig vinden, kunnen je daar iets mee doen. Wij willen dat in een, nieuw hoesje, uh, in een nieuw in een nieuwe vest stoppen. En we willen ervoor zorgen dat, dat daar gewoon één tijdloos plaatje wordt. En dan begin ik gewoon te werken. En, en ik luister naar zijn muziek dan en ik verdiep mij totaal in die artiest en ik probeer mij in zijn schoenen te stoppen. En uh, dan stuur ik een eerste voorbeeld door en dan wacht ik op wat ze zeggen. Hoeveel uh, voorbeelden heb je moeten sturen eer dat het officieel is? Um, in totaal heb ik 50 versies gemaakt. Oh. Ja. Maar dat kan snel gebeuren. Hè? Ja. Dat, 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 dat kan een bloemetje zijn die aangepast wordt. Of in het begin, als ik daarop terug ga kijken, het eerste wat ik had gemaakt was echt stond lelijk. En zij zeiden <laughs> zei zelfs tegen mij: van, uh, Is dit de official artwork? En ik zei: nee, nee, wij moeten hier samen op een eindresultaat ja. komen. Dus let me know what you want. Alles kan aangepast worden. En dan zeg ik trouwens tegen iedereen hier in de industrie altijd: als ik werk, van alles kan aangepast worden. Ik moet daar niet op branden. Ik ben niet een persoon die zegt van. Hier, ik lever iets aan en denk je plan daarmee? Nee, ik probeer altijd te verzorgen dat wij een mooi eindresultaat bekomen. Maar ik moet dan eerst die mensen hun gedachten gaan begrijpen en zij moeten mij begrijpen. Ja, vinden dat dan niet zo moeilijk als je, uh, je zit aan versie 30 dat je doorgestuurd? Heb je dan zo niet het gevoel, allez, begin je dan zo niet te twijfelen aan jezelf omdat je al heel veel versies hebt doorgestuurd? Maar, maar uiteindelijk, als ik het eindresultaat zie, ben ik altijd trots. Ja, omdat... het, is echt, het is echt mooi. Merci. Maar er waren andere versies die, als ik eerlijk mag zijn, nog mooier waren. Okay. En ze hebben uiteindelijk de beslissing genomen om die ene cover te nemen, omdat die commercieel het beste zou werken. Het beste zou werken, ja. ja. En meer geaccepteerd zou worden door meerdere mensen. Maar er was iets anders waar dat echt in de detail, dat er zoveel hints in werden gestopt en, en, en ah. aanwijzingen naar de artiest zelf en zijn verleden enzovoort. Waarbij ik dacht van, dit is zo gedetailleerd dat dat, dat is echt, gaat ja. werken. Ja. En op kleurenvlak en hoe dat ik mij eigen had gedevelopt als artiest zijn binnen dat project, dat dat echt gewoon zo prachtig was. ja, ja Ik vind er nu ook echt van. En hey, je hebt gezegd, het was niet slecht betaald, maar heb je hebt er buiten het, het financiële ook nieuwe klanten, of je hebt echt deuren geopend. veel, hè? Ja? Ten eerste de respect die ik heb gekregen binnen de industrie en, en voor mij ongelooflijk veel voldoening omdat ik wist van kijk ik stop hier heel veel werk in mijn kunst en uite uiteindelijk kan ik iets doen dat op wereldklasse of ja op wereldniveau geprecieerd wordt. Want toen je dat postje deed hè? ik heb een cover voor Juice World gemaakt wat waren de reacties? Het up. Ja? ja. Enerzijds heel veel mensen hier binnen de industrie die uh, mijn klop kunnen op de schouder hebben gegeven en zeiden van hoe gedaan, maat. Wij wisten dat je dat kon doen. It was just a matter of time. Ja. En dan was er een andere kant, en dat was vooral langs de Amerikaanse kant, mensen die mij begonnen te verwijten van, uh, van ik had dat idee ook, oh. en je bent een slechte artiest. En, en toen zat ik zo van, Hè, wat is er aan de hand? Ja. Want, want er waren heel veel mensen die mij begrepen en uh, mijn kunst, en ik als kunstenaar zijnde, dat die dat kon appreciëren. En andere mensen die gewoon zoiets hadden van wij hadden het dan moeten zijn, niet oh, jij. Oh, maar echt zo mis een boze oog werpen op mij. En, en dat heeft me ook zeer gedaan, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En heb je eigenlijk direct ja, mails of zo, of telefoons gekregen van andere artiesten die wouden samenwerken. Of nee, heeft dat zo wat op dat, zich laten wachten? Hij heeft op zich laten wachten, want mensen moesten eerst ook begrijpen wat er was gebeurd. Want ja. ik was nog steeds eerst dat jongetje die zeer lokaal bezig was. En ik ben dan opeens volledig stilgevallen. En ineens drop ik van: hé, hey, ik heb iets gedaan. Ja. Het beste album ter wereld. Op dit moment, meest verkocht. En mensen wisten niet wat er gebeurde, maar ik kreeg direct telefoontjes binnen van de VRT, van de M&M's ah, Studio in Brussel. En die zeiden van, wauw, hoezo heb je dat gedaan? Ja. En voorbij was dan een trots moment dat ik kon tonen van, dit is Willy. Ja, kijk cool. Ja. En werd je toen ook al zo spraakzaam? Want je bent zo'n verlegen persoon. We hebben je ook vanaf toen geleerd om zo heel trots over je werk te praten? Ik... Ik was altijd al zeer tot zo voor mijn werk. Ja. En ik kon er altijd al zo op die manier over praten, want anders kon ik niet stoppen met school ook niet. Ja. Ik, ik, dat is waar. ik moest zeer gepassioneerd zijn over mijn, over mijn werk. En ik, moest, ik ben de eerste die daarin geloofde, vooral de andere mensen daarin konden geloven. Ja. En van het moment dat iemand me daarover aanspreekt, dan is er gelijk een waterval. En want ik voel me als een kindje. Ik ben gewoon zo ah, alles aan het zeggen en, en erop en eraan. En, en, ik, ik, ik merk dat, dat dat mensen kan niet verleiden, maar wel echt gewoon zo kan overtuigen van die jongen is Ja, die weet over wat een beetje is. Maar de voorbije jaren, na heel dat gedoe en nog met een Amerikanen proberen werken en mensen die gewoon proberen gebruiken voor hun naam. En ja, zo dat gezegd, lijkt mij wel. Dan ben ik afgestompt geraakt. Ja. Omdat ik I was grudgeful en ik, 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 ik begreep het niet goed en, ja. en ik klaagde veel waardoor dat mijn creativiteit ook afzwakte en ik als persoon zijn er kwam ook terug bij, allez, geen hard drugs maar veel wit roken, waardoor dat ik gewoon numpt down ja. geraakt op een gegeven moment uh, voelde ik me gewoon nutteloos. Oh. Ja. En hoe zit het daaruit geraakt? Nuchter worden. Dat is een, uh, een goede stap. Sommige mensen uit mijn leven wegfilteren. Um, zeer duidelijk. Een, uh, een, een streep trekken van, kijk, dit ben ik als persoon zijn en dit zijn mijn normen en waar en gerespecteerd of gerespecteerd dan niet. En je rug, eigenlijk je rug leren draaien naar bepaalde personen die je op dat moment gewoon meer mentaal bezighouden dan dat je mentaal uh, ondersteunen en positief ja. voeden. En vooral beseffen van, je hebt al de nodige mensen rond je. Dat zijn geen, alleen. Hoe zeg je dat? Zo, je, hebt, je hebt vrienden op, waarmee je graag uitgaat enzovoort enzovoort. En dat is allemaal goed en wel. Maar er zijn altijd kleine factoren die je onzeker maken enzovoort. Maar er is één selectie aan mensen in je leven die er altijd voor je zullen staan. En dat is je moeder, je vader, je broer. Die de kern. De ja. kern. En dus nog een, een vriendinnetje of zo. Maar dat zijn die type mensen waar dat je mee moet omringen, want zij gaan altijd naar je luisteren zonder je slecht te laten voelen. En, en, en dat is de menselijke aard. Hè? Mensen gaan je onbewust slecht laten voelen omdat zij zich slecht voelen. Dus nu alleen maar omringd met positieve mensen? Nu omring ik me alleen maar met positieve mensen. Ja. En ik merk ook, van het moment dat ik dat doe, ben ik zeer zelfzeker en ben ik positief. En dan trek ik zoveel nieuwe mensen aan. Dat is logisch. Zoveel hè? nieuwe opportuniteiten, omdat ik ben niet meer in een positie ben waarbij ik mensen slecht laat voelen. Want onbewust doe ik dat ook. Ik laat mm. mensen slecht voelen omdat ik onzeker ben. Ja dat, is, ja, dat is wel een gekend ding, denk ik. Als je je omringt door goede mensen, dan word je zelf ook beter van. Hè? Ja, sowieso. Zo. En ja, toch zeker als je iets van creatieveling hebt. Als ik dat niet op mezelf betrek. Als ik een slechte dag heb om moet foto's gaan nemen. Dan, uh, dan vind ik ook dat je dat in die foto's ziet. Dan gaat de, allez, mensen gaan dat misschien minder zien of zo. maar je voelt dat wel in je eigen werk. van... Pff. Dat is de moeilijke of zo. Ja, of je bent zelf zeker over wat je doet, of je bent niet zelf zeker over wat je doet. Ja, voilà. en, en, en van moment, en daarmee wil ik ook offline modus doen. Van moment dat je te begint te denken in functie van wat de andere mensen denken van je, dan zijn je goed bezig. Want dan ga je altijd je eigen limiteren op, het, op hetgene wat je assumeert van wat andere mensen denken. Dat is waar. En nu zit het terug in de online modus. Ja. Um, dus je bent waarschijnlijk toch heel veel aan het werken? Ongelooflijk veel. Hoe houd je zo wat de balans tussen werken en ontspanning? Plannen. Plannen? Ja. Yes. Wacht, een andere wacht, planner wacht, wacht, in de zaal. Wacht, wacht, even ah, we, gaan de, we gaan de agenda zien, denk ik. Dat is de bijbel. <laughs> Dat is... Um, ik had mijn eigen voorgenomen. voor uh, Volgend jaar. Oh. Ik heb, ik, heb, ik heb ook een planning voor dat boekje. Ah, wel. Is even maar, of zo uh, ik realiseerde wat maakte mij zo goed op school. Een uh, schoolagenda. En dat is zeer sterk. hebt Maar van het moment dat je op hogeschool komt of op, één op er wat, dan, uh, dan had jij geen schoolagenda niet meer. Dan mocht je dat allemaal zelf regelen. Ja. En vanaf dat moment was er ook veel minder structuur in mijn hoofd. Dus ik ben teruggegaan naar daar ik heb mijn eigen agenda ontworpen. Dat is een zeer dikke boek. Goh, hoeveel weegt hij? Boelus. <laughs> dat, dat is een Bijbel, hè? Maar ik heb dat zelf gemaakt, die een boek. Masterplan. Ja, en in, uh, elke dag staat er een quote in, ook. Ah, maar heel goed, jongen. Als positiviteit en dat, dat is gewoon dat is mijn, mijn body of work en ik ben daar zeer trots op en ik moet, ik moet dat respecteren. stop deze. Ja. Oh dus, die quotes, ik ben er niet helemaal fan. Ja. Dus en elke dag is ook, ook gewoon een unieke quote. Ik heb het allemaal ja. met de hand geschreven. Ik heb me daarmee bezig gehouden. En omdat, ik, omdat dat mijn body of work is, moet ik dat ook respecteren. Dat is waar. Dus nu heb ik zo, alleen er staat hierin dat ik elke dag vanaf 7 uur kan beginnen werken. En je ziet hier ook uh, vanaf 21, 22, 23 uur wordt dat grijzer en grijzer. Dus het is moeilijker om iets in te plannen. Ah, oké. Okay. Dus vanaf die uren respect, moet ik mijn rust respecteren. Oké, okay, ja. goed. Dus respect de schedule. Ook al had jij maar twee uur geslapen, dat voordien als je zegt dat je om vijf uur wilt opstaan, staan vijf uur op. Wat dat zorgt voor veel meer voldoening dan dat je gaat uitslapen tot elf, twaalf uur en ineens realiseert: oei, de dag is al half voorbij. Ja. En ik kan hier niks teweeg brengen. Dat vind ik wel, uh, oh. om dat altijd mee te sleuren. Respect, de respect planning. Delikeer, dat is gelijk de, de Bijbel. Hè? Dus in, in het geloof hebben ze ook hè, de Koran en de Bijbel, dat is een dat is, dat is guideline. En you do with it what you want, but respect the guideline. Ja. En wat zijn zo de. Zeg je een sporter of zo, als je wilt ontspannen? Of? Vroeger veel meer. Ja. Vroeger uh, reageerde ik me heel hard af op, op dingen en dan sport ik en dan was ik ook gezet en, <laughs> en, 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 en turnen en zo. Maar nu ben ik al zeer blij als ik gewoon want Ik woon alleen. Ja. Ik heb een huisgenoot. Uh, maar ik heb mijn twee katjes. Oh. En ik heb, ja, dus gewoon. Ik zorg voor, voor de liefde in mijn leven die ik heb. En ik uh, verzorg mijn omgeving. Dus ik, ik, ik kuis, ik doe de was in de plaats. Ik kook. Alles er. En eraan al hetgene wat mij gewoon tot rust kan brengen. En dat ik even gewoon zo gefocust ben op het moment dat voorbij is. En niet gewoon zo heel tijd bezig zijn met. Ah ja, uh, je, gaat hier, je gaat hier dingen te doen en, en je zet de hele tijd vooruit aan het denken. Terwijl je moet ook je bezig houden met hetgene wat voor je ligt. Orde in je omgeving is orde in je hoofd. Dat is waar, dat vind ik ook wel. Ik kan ook zo niet beginnen als met een bureau niet proper is. Dus. Voilà, maar het ja. zijn zo die kleine dingen. Dus je moet je eigen orde in je hoofd kunnen respecteren dat jij al het andere teweeg kunt brengen. Ja, en, um, dus ga jij dan eigenlijk nog vaak weg of zo? Als in feesten of concerten of... Nooit, nee. Nooit geweest Weet je wat, gewoon... wat ik gedaan heb op nieuwjaar? Nee. Iedereen was me aan het sturen, kom, let's do something. Ik ben om negen uur gaan slapen. Ja. We hebben de ene persoon die kei vroeg wakker was op 1 januari gevonden. Ja, ja. en uh, ik was fris op, 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 uh, op het nieuwjaarsfeest van mijn familie. Ik ben naar mijn familie gegaan. Ja, ja. En ik heb wel op nieuwjaar een der wie die ik lief heb een bericht gestuurd van... Ik hou van u. En ik hoop dat wij het volgende jaar ongelooflijk veel dingen gaan bereiken. Maar nu ga ik wel op tijd gaan slapen. Slaap <laughs> ga mijn... wel, het is ik... tegen Dat nu. zijn, dat zijn de, de main drie pijlers voor mij voor de volgende vijf jaar. Stabiliteit, financiële gezondheid en mentale en fysieke gezondheid. Ja. En al, diegene, al, hetgene is, uh, oei. al hetgene daar rond, <laughs> al de rest daar rond, dat komt vanzelf. Maar als je die drie dingen niet in orde hebt dan gaat jij gewoon een los, een, een verdwaalde kogel zijn die niet weet wat hij doet en je zit gewoon zo aan het freestylen hier en daar. Ja hoor. En als je, zoals je als je nu terug gaat aan het werken bent, is dat dan ook? Je hebt dan wel je uh, offline uurtjes, of iets dat je eigenlijk heel minder werkt. Maar is dat dan zeven 7 op zeven? Heb jij weekends? Nee. nee. Maar <laughs> er zijn van het moment dat ik voel dat het heel druk begint te worden in mijn hoofd, dan luister ik gewoon naar mijn lichaam. Ja. Als ik buikpijn begin te krijgen of koppijn of groot of anxious dan zeg ik van: Ik schuif alles opzij en nu ga ik niks doen. En ik ga, ik ga gewoon, en wie mij stuurt, niet storen. Stuur mij morgen. Oké, okay, dat, dat vind ik wel eerlijk hoor cool, dat je je grenzen durft aangeven. Ja. Want er zijn niet veel mensen die dat durven. I, I'm durven. A people pleaser ik ben ook op dat, op dat vlak, heb ik vroeger veel fouten gemaakt. Ja. Ik bleef gewoon voortduren totdat ik gewoon kots. En zo, oh, ik voel me te slecht bij. Ja. Mijn moeder zegt gewoon: van maar, jij moet het ook rust nemen voor jezelf. gaat jij altijd alles weggeven, je bloed aftappen en aan iedereen weggeven zodat zij er beter uitkomen? Jij moet ook goed zijn. Hè? Dus op dat vlak, ja. En is dat dan, als dat dan zo rond periodes en deadlines is, stuur je dan soms van: het gaat wat langer duren? Of sorry. Ik durf of... dat sturen, ja. maar um, het is wikken en wegen en vooral respect. Respect daarin is belangrijk. Respect de schedule. Ja. Dus als jij mij gaat sturen. Ah ja, we hebben hier een deadline, dat moet morgen af zijn. Dan zeg ik ja, mijn probleem niet. Nee, zwaar. Ik, ik, ik heb hier al afspraken ingepland. Dit is mijn schedule. En als jij dat morgen klaar wilt hebben, zoek maar naar een andere oplossing. En als je echt met mij wil werken, dan ga je een weekend mogen wachten. Ja. wachten. Hoe lang, lang moeten mensen, als je nu zou, zou zeggen: ik heb cover art of zoiets nodig, hoe lang moeten ze wachten bij u? Ik denk ervan af hoe dat, dat ingepland is, maar dat kan dat is euh, een goede vijf dagen en dan hebben wij resultaat. Maar het hangt er tegen. Oh, dat echt... well, vind ik nog heel rap. Hè. Ja, das, maar het is rap. Op ja. het moment dat mensen de schedule respecteren, kan het allemaal rap gaan. Want het is allemaal gestructureerd aan het gaan. Maar euh, als iemand tegen mij zegt... Als... Dat zeggen mensen ook altijd tegen mij. Hoeveel gaat dat, dat kosten en hoe rap kunnen we dat hebben? En ik zeg altijd, het hangt van u af. Als jij mij nu een moodboard stuurt en ik kan al direct een offerte doorsturen, maar jij wacht wel een goede week tot vijf dagen om, om, om te zeggen: van ja, die offerte die ziet er goed of niet goed uit, let's go. dan ben ik zo van: sorry, ik heb al dingen in gepland. Dat is waar. Ja. Dus, dus het hangt ervan af hoe, dat, hoe snel mensen kunnen terugschakelen en, en mijn planning kunnen respecteren. Want dan kunnen wij. Als ik zeg tegen, uh, tegen mensen: ik heb dat recent nog gehad. Zegt, iemand zegt tegen mij: van ja kunnen wij iets inplannen. Ik zeg ja, hier zijn allemaal available data. Vandaag dat ik vrij ben, laat u iets inplannen. Ah, ik kom zo snel mogelijk terug. Twee weken daarna zegt hij ja, kunnen we die naar woensdag? Ik zeg nee, dat is al volgepland. Ah. Ik zeg ja, maar kijk, jij wacht twee weken om iets te laten weten. Denkt jij dat ik gewoon op u ga wachten? Ja, allee, dat je iets dat laat weten? sommige mensen denken dat wel af en toe. Die denken dat, maar ze zijn vooral zich niet bewust van, van, van hoe gestructureerd dat gewoon kan werken. Ja. En dan stuur ik kijk, nog eens gestructureerde, allee, een gestructureerd overzicht van vrije data door. En dan diezelfde dag, 30 minuten daarna, stuurt hij, die, ja, dien Oké, okay, perfect, bam. En nu hebben we een dag en een uur dat we kunnen afspreken en dat we eraan kunnen werken. En dat gaat dat ook goed gaan. Want mensen beseffen van, ah, oké, okay, we moeten zijn plannen respecteren. Natuurlijk. Is nu, ja, bij mij is dat nu ook wel zo. Ik vind dat ook... Uh, ja, Ik ben ook echt hè? een planner. En plannen maakt het leven echt makkelijker. maar het is niet voor niks dat ze je op school een agenda geven en je dat laten opschrijven. En Er zijn mensen die niks inschrijven in hun agenda. En, en gewoon freeballen en, en afkijken van andere mensen en andere mensen hun huiswerk laten doen, maar die gaan niet standvast in het leven kunnen staan. Yes. Maar, de mensen die, 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 ja, maar de mensen die dat wel gestructureerd leren, die, die zijn veel sneller weg met, met, met geld verdienen. En die hebben nu hun financiële zaken op orde en die hebben al een huisje gekocht. En die zijn misschien al bezig met, met een klein. En is bij u de het een mentaliteit, want je bent daar best wel mee bezig. Um, belangrijker is dan je skills in de industrie momenteel? Uh, skills, talent is sowieso één ding, maar als jij dat niet te werken stellen, gestructureerd, dan zei je dan niks meer. Ja, het ding is ook zo, er zijn veel, je hebt harde werkers en die echt tot het einde willen gaan, voor het resultaat. En je hebt andere mensen die daar iets minder of zo hebben. Um, denk je dan degene die daar sterker in zijn, in die mentaliteit, dat die verder komen, ook al zouden die een skillpakketje minder zijn. Het is also a big portion of luck. Wingeren? Ja, uh, dus. zit jij echt? ja nee. ik, ah, dat vind ik niet moeilijk. Hè. Dus het is echt gewoon zo: um, hangt er vanaf van in welke tijd dat je zit, op welk moment dat je zit en, en hoe open dat de mensen daarvoor staan. En je kunt de hele tijd gestructureerd dingen inplannen, maar als je de mensen niet begrijpt en dit en dat, dan, ja, ik noem dat luck, maar why is nu luck? Niks is leuk in het leven. Zo, is het, is het juiste moment, de juiste tijd. En je moet er open voor staan. Uh, zo. Een maat van mij had vroeger heel veel geluk. Die vond altijd dingen op straat. Maar ik noem dat. Uh, ja, dat is zo gezegd geluk, maar hij keek gewoon altijd naar beneden. En hij ging altijd gaan uh, momenten voor zichzelf pakken. wanneer dat mensen niet op straat waren om, om te gaan wandelen. om even te bezinnen. En hij keek gewoon altijd naar beneden. Waardoor dat hij er voor open stond om te zien wat er op de grond lag. Ja. Dus het, het hangt er vanaf van hoe je ernaar kijkt, naar mijn mening. En, uh, ja, mensen die harder werken en gestructureerd werken enzovoort, die staan of die creëren de opportuniteit voor hun eigen om geluk aan te trekken, om geluk om, om, om aan te trekken. Dat vind ik mooi gezegd. Ja. Goed, die, 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 zijn daar, die, zijn daar, die staan daar meer open voor. Terwijl dat andere mensen die gewoon zo: ik ga nu een kunstwerk maken en ik zie wel wat er op mij afkomt. Die, die staan er ook minder voor open om dat geluk voor hun eigen aan te trekken. Ja. Want hey, Je hebt dan je ja, quotes, je motto, mag ik misschien wel zeggen. Make out every ja, fucking day. Ja. Dat komt daar ook een beetje van. Of of? Zeker, zeker. Ik, ik, ik wist gewoon als ik niet kunst elke dag maak, ook al wil ik een, een kunstenaar zijn die op wereldniveau bekend is. Ik maak geen elke dag kunst, waar zijn er mee bezig? Man. Ik maar heb jij de... maakt wel veel. Hè? Ik toch? maak veel. Maar zelfs in de periode dat ik zei offline-modus, was ik heel de hele tijd bezig. Ik ben nooit gestopt. Ja, Tuurlijk. maar dat is een... Allee, dat is, het is omdat dat een passie is. Maar jij maakt, Allee, dat is kijk maar echt ja, veel. Hè. Want je hebt dan je professioneel werk. Ja. En je hebt dan waarschijnlijk denk ik ook nog werk dat je gewoon puur voor wij gemaakt. Ja. Dus je tempo ligt wel. Daar gaat ja, er toch niet veel mee is omdat... Bij mij brengt dat rust omdat mij dat tot rust brengt en ik dan het gevoel heb van dit ben ik als persoon zijn, de Lucas weer, dan, dan, dan ik moet ik dat gewoon doen. Als ik, als ik een week lang niks van kunst maak, ook al doet dat goed, hè, Zo ik, een er is even weg van alles en iedereen, want dat soort. Inspiratie is ook belangrijk, geïnspireerd geraken in je leven. En nou, zo. Als je op vakantie gaat, pak je dan dingen mee of ga je dan echt om te chillen? Ik ga echt om te chillen. Ik, ja, laat, mij, ik laat mijn laptop alles thuis en ieder en wie die mij stuurt, mag mij sturen, maar ik probeer zoveel mogelijk van mijn omgeving in mij op te nemen. Ja. Want je moet geïnspireerd geraken. Je kunt zelfs geïnspireerd raken. als we nu in de stad gaan lopen en we kijken gewoon naar boven. Ik, ik doe dat vaak. Hè. Gewoon zo kijken en niemand is tegen mij bezig. Ik ben gewoon boven mij aan het kijken. En die ze van, waar zijn naar aan het kijken? Zo aan niks. <laughs> gewoon zo, ja, de tierlantijntjes, alles erop en eraan. De Zijn er zo'n zo paar omgevingen waar jij inloopt dat je echt zo denkt: van, dat heb ik nodig om geïnspireerd te worden? Uh, de tuin van mijn ouders. Oké. Okay. Uh, dat is gewoon pure natuur. En dat is, uh, mijn moeder, dat is zo'n een, een Britse layout type uh, tuinarchitectuur. En dat is gewoon alles doorheen. Yeah. Zolang dat je maar rust vindt. En we hebben superveel fruitbomen en, en alles op en eraan, en grote vogeltjes chirpen zou, zou je ooit echt in een stad, stad willen leven zou, zou je hier ik graag in wonen ik woon in het in midden van sint ja. hè is, een, is een dat een stad, stad? stad. Dat is, ja dat is dat nee, een nee, grijze nee. stad ja. dus dat, is, dat is super saai de jeugd wordt gewoon uh, weggeduwd weg basically om naar de oude mensen willen hun rust ja. vinden oh, oh. maar zou je bijvoorbeeld hier kunnen wonen in, in Antwerpen maar dan moet ik wel een bos in de buurt. Staatsperkje. Ja. Maar, maar zelfs dat inspireert mij. Ik ben hier recent in, in de winter met mijn huisgenoten gaan wandelen. En wij zaten op dat moment in een ongelukkige periode. Maar dat heeft mijn leven goed gemaakt. Gewoon ja. zo de natuur en kijken naar, naar hoe dat mensen bezig zijn. met een hond of de kinderen die daar tikkertjes aan het spelen zijn. Of, of ook al een waterdruppel die op het water valt en hoe dat. Het water aan het uitdijen is en, en alles op een dat ja. inspireert mij. Ja, dat is het ding wel zo bij mensen die ook veel online bezig zijn, dat die ook wel genieten van zo ja, normale dingen of zo. Terwijl mensen die dat tot eigenlijk ja, gewoon mensen die niet veel online zijn, dat die daar minder bewust mee bezig zijn. Ik vind ja. dat ook wel altijd, als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, dan probeer ik daar ook nooit mee. Zo'n camera en zo probeer ik wel thuis te lopen. Maar ja, een camera pak ik, kan ik wel, durf ik wel mee, uh, meenemen. En ik heb ook gemerkt, vroeger toen ik op vakantie was en ik pakte zo mijn camera mee, de mooiste beelden kwamen eruit. Gewoon omdat ik probeer gewoon hetgene wat mij inspireert vast te leggen. Ja. En dan kan ik daarop terugkijken en dan denk ik bij mijn nee: wow, wauw, dat is echt chic. Maar op, op de dag van vandaag, met de druk waar, waaronder dat ik sta, probeer ik wel echt gewoon mij volledig af te sluiten van al die momenten alleen van, van al dat werk en probeer ik mij in die momenten te verdiepen en echt zo één te zijn met waar dat ik ben. Ja, want je, je bent me veel dingen bezig: grafisch design, fotografie, NFT's. Hoe zorg je ervoor dat je dat eigenlijk allemaal op een point houdt? Uh, see, for what it is, not for what it could be. Dus niet te, lang, niet te veel lange termijn denken en gewoon denken aan hetgene wat je voor je hebt en dat je dat gestructureerd kunt oplossen deur is wel een beetje aan bonken, hè? Ja, het bonken. Ja, <laughs> en de seks er zijn mensen naar boven aan het wandelen, dus misschien zijn niet naar beneden aan het wandelen. Ja. Maar dat is niet zo erg. Maar um, ja, dat is wat ik geleerd heb in de garage. Want ik heb eerst, vroeger toen ik part-time zelfstandig was, heb ik in een garage gewerkt uh, voor camions. Ah, dus uh, dat... Mijn baas, dat was echt mijn levensgeniet. Oh, ik, ik spreek zo en oh, je moet genieten van dat geld, manneken en alles erop en eraan. Maar als we gaan werken, gaan we werken. Ja. En ik kwam daartoe en ik was zeer verlegen en hij geeft mij direct een camionsleutel en zegt ja, breng die camion van achter naar hier naar voren. Je hebt nog nooit in een camion gezeten? Ik heb gezet. nog nooit in een camion gezeten, dus ik ga aan iedereen gaan vragen, hoe doe ik dat? Dit en, dat? en hij zegt, Oh, mijn manneke, oh seut, jongen, kom. En die gaat <laughs> naast mij zitten in een camion en die begint allemaal uit te leggen. Echt, rij maar, hè. Dus die smijt me echt in dat moment. En maar jij moet zelf eerst kunnen analyseren wat er allemaal aan de hand is. En die, die deed dat met... Alleen, een goede portie boerigheid, ja. maar ook rust en respect. En dan zet hij mij voor, voor, voor mijn werkbak. Die zegt, dit is een hele werkbak. En vooraleer dat je aan iets begint, pakt je alles uit, doet je al je vuil weg van wat je hebt uitgepakt. Je smijt dat niet op de grond, want al andere mechaniekers, dat zijn vuile mannen, daar moeten we niet op letten. Maar je sleutels leg je klaar. Bij de Sleutel waar je eerst mee gaat werken, leg je als eerst. En dan leg je dat gestructureerd naast elkaar. En dan al je onderdelen ook klaar. En dan, ik doe dat nu ook als ik, als, ik, als ik mijn was doe of als ik mijn plooi doe. Ik leg alles zodanig dat van het moment dat ik begin te plooien, dat er gewoon plooien is. Okay. En dan kun je dat in je kast leggen en dan is klaar. Dus zo, zo, zo pak ik ook alles aan met mijn werk. Ik begin eerst met, uh, met mijn designs: is dat gewoon puur eerst al mijn image assets verzamelen. Die allemaal zodanig zetten dat ik gewoon ongemoeid kunst kan maken. En dan al de rest lost zijn eigen gewoon op. Tekent jij eigenlijk veel voorhand als jij, begin jij direct digitaal? Maar ik, 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 ik teken tegenwoordig wel, wel veel meer. Um, omdat ik merk dat, dat allee, vroeger tekende ik altijd mijn schoolboeken vol. En, en dat zorgde voor inspiratie en, en, en om een compositie te vinden. Maar voor, ik begin gewoon direct digitaal. Ja. Voor mij is dat tekenen. Ik, ik moet alles bijeen smijten. En dan is hij ineens van ah, oké, okay, hoe ga ik dit gestructureerd oplossen en ik leg mijn lagen goed in. Ik ja. begin gewoon direct eigenlijk. Ik ook, ik ben geen tekenaar. Ik kan echt niet tekenen. Nee. Als ik dingen maak, is het altijd direct online. Nee. Dus, uh... Maar hey, je zit dan ook, een beetje gelijk ons, je houdt al van muziek, vermoed ik. En er zouden niet meer zoveel artiesten samenwerken. je hebben er juist ook dat je voor regie al wat dingen gedaan. Of mee bezig bent. Ik heb foto uh, showfotografie gedaan waar dat hij bij was. En hij had ah, die okay. foto's echt tof en die heeft hij gebruikt. En dat was ook zo'n loodje, ergie. Yeah. Waar hij mij dan voor had aangesproken en dat ik dat dan had ontworpen. Maar voor de rest, coverwerk of inhoud. Oké, okay, maar uh, Laura Tesoro, denk ik wel, ook al fotoshoot of, of cover. Fotoshoot, uh, zes uur foto's door. En ik heb dan een cover voor haar ontworpen. Ja. Uh, ze had mij daar persoonlijk ook voor aangesproken en de animaties daarvoor ook. En de verschillende digital assets. En heel vroeger, samen, in samenwerking met Tonja, heb ik dan ook een. Uh, ik weet niet of jullie die Tonja kennen, Tonja. Het zegt mij iets. Ik met... een vriendin van Chucky Beats ja. um, en zij heeft haar eigen brand Café. En ah zij, yeah. ja, Zij deed dan een samenwerking met Lara te zorgen en ik heb dan die kledingdesigns ook mogen maken daarvoor. Ja. Is dat eigenlijk tof als zo van die grote artiesten naar Ruko? Alleen grote, alleen op Vlaamse schaal? Dat is, is zeer tof, maar ik zeg dat ook tegen die mensen: van ik wil allee, zeggen, respect. niet echt, maar ik, ik, ik toon dat aan van, kijk, we kunnen hier gewoon direct beginnen werken of we kunnen elkaar eerst begrijpen als persoon. Zelf. Ja. Dus ik ben altijd eerst van, wist mij, hoe? is het goed? Zeker. Oké, okay. met mij is het ook goed. Aangenaam. En dan beginnen we te werken. Okay. Zo, je moet eerst op, een, op eenzelfde niveau staan qua mentali allez, mentaliteit, mentaal zijn, de emoties. voordat dat je echt een, een kunstwerk kunt maken. Dat, 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 waar jullie erbij achter staan Oké, okay, dus we hadden een kleine break. maar yes. uh, Dat mag, want het is een podcast. Uh, dus we waren gestopt met het werk van Laura Tesoro en dat je eigenlijk eerst uh, mensen wilt leren kennen voordat je echt begint aan dat artwork. Ja. Uh, ja dat is ook al redelijk commercieel. En als je je privéwerk ziet, dat is veel minder dat. Vind je dat moeilijk om dat zo die switch te maken? In het begin had ik daar veel moeite mee. Om ja. uh, ik zelf als persoon wil heel veel van mijn eigen creativiteit erin gieten. Ja. Maar op een gegeven moment uh, begrijp ik van... Kijk, die mensen die hebben hun eigen creativiteit, die ze ook erin willen stoppen. Ja. En je, moet dat, je moet hen die ruimte kunnen geven. Je moet hen kunnen gunnen om hun eigen creatief ook te kunnen vinden in hun werk. Dus ik zie mijn eigen als een, als een creatieve handyman. Ja. Die gewoon mensen begeleidt in het creatieve proces, zodat zij hun eigen... Uh, visuele creaties tot, tot stand kunnen brengen. Hè. Mm. En, um, hey, want live shows heb je dan ook een beetje gedaan. Vinden je dat tof? Fotografie? Ja. Uh, dat was tof. Tot op een gegeven punt dat daar gewoon te veel hetzelfde was. Okay. Want um, ik vind um, de, de backstage-fotografie tegenwoordig leuker. Ja. Wat er allemaal ernaast gebeurt, dan heb je ja. vanuit dezelfde hoek altijd na een tijd weten wat dat werkt en wat dat niet werkt, en dan is dat gewoon saai. Hoe denk je dat je er nu bijvoorbeeld als concertfotograaf nog kunt uitspringen? Gelijk wij, wij, kom, wij zijn huisfotografen hier, dus wij kunnen niet vaak big Wat denk je dat er zo'n trucs zijn of zo dat je er toch kunt uitspringen? Denk je dat dat puur edit is. Ja, hoe dat jij werkt met je edits, maar ook uh, de hoeken vanuit waar dat je werkt. Uh, hoe intimer, hoe beter, denk ik. Ja? Ja, ja, want, ik zit in de fotopit vaak beu. Ik ben daar ook na twee nummers, denk ik weg, je mocht er drie doen. Allee, of het moet echt een hele moeilijke show zijn, dan blijf ik wel bij die drie nummers en dan eruit. Maar ik vind dat omdat, ja, iedereen dat daar staat, 9 en de 10, de, dezelfde beelden hebben. Ja, daarmee moeten we ergens staan waar dat de rest niet staat. Ja, en dat is want, volgens mij niet echt de Photopiet. Just wel, als de rest niet in de fotopit staat. Je moet gewoon altijd denken van. Um, hoe kan ik nu um, een beeld creëren wat dat andere mensen niet konden creëren? En, en vooral vastleggen, gewoon de intieme momenten vastleggen. Want een artiest, als die op het podium staat, zijn brein is ook heel altijd aan het werken. Hè. Van, shit, hoe kijkt hij nu naar mij? En zelfs een, een traantje die eruit komt, of die begint te bloeien uit zijn neus, of alles erop en eraan. Die momenten moeten we proberen vinden. En, en bij mij, als ik fotografie deed, showfotografie, dat was gewoon Echt? aan de lopende band. Echt? Ik moest alles hebben. Na één concert had ik 4000 foto's. En dan kijk ik daardoor en dan herleef ik dat moment opnieuw. En dan ben ik zo van, oké, okay, op dat moment staat die artiest er eigenlijk zeer kwetsbaar bij of zeer intiem. Of... En die, moment, die, die foto's probeer ik dan naar buiten te brengen. In plaats van... Zo van ah ja oké okay, de venue zou die foto heel nice vinden dus oké okay, let's capture that. ja hangt denkt dat. ook een beetje vanaf voor wie dat je doet want wij doen voor de venue dus die willen nou ook vooral zien dat mensen zich amuseren en ja, dat het zaalvol ja, is ja. terwijl als je voor een artiest werkt zijn die big stage foto's altijd hard interessanter ja, maar ook op podium hè, maar zo de, de intieme momenten moet je echt proberen vast te leggen. de momenten waarop dat je ziet dat de artiest op zijn kwetsbaarste is of op zijn sterkste is gewoon zo het moment waarop je ziet dat die artiest aan het leven is. Ja. En niet gewoon zo een performance aan het brengen is om de mensen tevreden te stellen. Maar echt zich inleeft in zijn muziek. Doe je dat nog vaak, concertfotografie? Nee? nee. Gewoon omdat je het niet tof vindt ik of vind weinig anders? Ik, ik vind het veel toffer om gewoon naast artiesten te staan en te zien dat hij zich aan het klaarstomen is. Want dat inspireert mij ook enorm. Hè. Dat, is, dat, is, dat is een compleet ander type art. Maar mij inspireert dat ook in mijn kunst, hoe dat ik mij kan klaarstomen om eraan te beginnen. En wat de dynamiek is backstage, hoe dat mensen met elkaar spreken en hoe blij dat ze zijn en de domme pingpongspeljes die we soms spelen of. Allez, zo, uh, puur het leven, het leven daar rond en hoe dat die mensen zijn, in plaats van hoe dat zij worden geportrayed door de grote media, basically. Ga jij zelf nog veel naar concerten? Vind je dat een um, top ding? Of je ik van... ga niet vaak naar concerten, maar ik, ik ben het van plan om dit jaar veel meer te doen. Ja. Um, vooral ook omdat heel veel van die artiesten zijn vrienden van mij. En ik wil die supporten. Ja, okay. En ik wil daar voor hen zijn. In plaats van, allee, ik, kan, ik, kan, ik weet gewoon dat dat heel goed doet voor die mensen als je ziet dat jij daarvoor hen zijt en hun kunst apprecieert en een hart onder, onder de riem kunt stoppen. Ja. Ja, ik vind dat wel tof. Concerten. Ik, vind dat echt, ja. ik zou dat elke dag kunnen doen. Ik vind okay. dat echt. Uh, ja. ja, dat is, dat is zeer uh, very inspirational. Maar ik ben ook zeer bewust van mijn eigen tijd en ja. wat ik wil bereiken. Dus ik spend spende daar eigenlijk te weinig tijd. En, want en... Je, werkt aan, je werkt ook met veel artiesten en muziek en dingen. Hoe voelt je daarbij? Want die, die plekken zijn wel zo beperkt. Dus voel jij je dan zojuist vereerd? Of heb je zoiets van ja, dat is logisch dat die naar mij komen? Ik sta daar niet bij stil. Nee? Nee, nee dat, dat zijn vrienden van mij. Oké. Okay. Bij mij is dat zo een moment van ontspanning en let's chill for a minute en laten we elkaar beter begrijpen. En ik voel mij in een zekere zin zeker vereerd dat veel van die mensen mij aanzien als vriend en dat ik een, een bron van inspiratie en motivatie ben voor die mensen. Dat doet goed. Maar ik ga dat niet naar mijn hoofd laten stijgen, nee. want dan ben ik aan mijn asshole. Want zit het eigenlijk nog moeilijker om mee samen te werken, denk je? Want eh, als je zo met die van artiesten samenwerkt, uh, zijn er nog wel zo vaak management Ik Het kan zo. moeilijk zijn om mee samen te werken, zeker als mensen niet begrijpen van waar ik kom. Als ik zeg van die structuur moet er zijn, hè? we yeah. moeten gestructureerd werken, maar achteraf zien mensen altijd in van die heeft mij wel beter gemaakt. Want als je zo fotoshoots doet, is dat met een team dat jij meepekt? Of echt jij en de camera? Ikzelf ik en iemand die ik. Hier en daar vertrouwen op het vlak van belichting, of een die, ja. die gewoon zo zijn emoties kan afzetten als ik zeg: van hier pak dat snel even voor mij. Ja. Zodat dat jij makkelijker... niet persoonlijk of zo. Ja. ja, want er zijn ook heel veel mensen, die jeugdvrienden en zo, die mij willen helpen, maar die van moment dat ze er staan, zijn die echt gewoon zo van: wat is hier allemaal aan het gebeuren? Ja. Want ik ben gewoon zo snel aan het werken en er komen zoveel ideeën door en die proberen dan ook ertussen te babbelen, terwijl ik zo ben van: respecteer de stilte en laat mij mijn ding doen. En alles en heb jij zo'n afgewerkte ja, Faiza-schets of zo voordat je begint? Of dat is gewoon Ik kan, dat doen. Ik kan dat doen, maar ik meestal vraag ik van hoe ziet jij het zelf? En uh, ik vraag meestal naar al bestaande beelden. Ja. Van welke images vind je cool en dan analyseer ik die gewoon. Zo van hoe wordt dat licht daarop toegepast? En, en wat is de st styling? En wat is de angle? Welke lens wordt er gebruikt? En van het moment dat we allemaal shooten is, is het eigenlijk gewoon gelijk een jam-sessie. Puur, puur gewoon, let's jam, let's do some things. En in het begin zie je dat ook bij mijn foto's. Uh, dat je ze nog aan het zoeken zelfs. Zo. Dat je aan het zoeken zitten en dat de mensen er gewoon zo, er zo staan yeah. en niet weten hoe dat ze zich moeten gedragen. En ik ben dan gewoon zo, it's okay, just do you. Yeah. En hier is een spiegel, kijk niet naar mij, kijk yeah. gewoon in die spiegel. En dan op een gegeven moment komen die mensen los. En hoe heb je eigenlijk al die dingen geleerd? Hè? Want je zit dan... Ja, ik denk niet dat je creativiteit echt op de school kunt leren, maar bijvoorbeeld hoe dat je mensen kunt poseren of op je gemak stellen of zo. Intuïtie. Dat zijn wel. intuïtie. Ja. Puur mijn intuïtie. En ik kijk natuurlijk naar, naar, bepaalde, naar bepaalde documentaires en zo, waarbij ik zoiets heb van: tja, oké, okay, dat is een goede manier om dat ja. toe te passen. Maar ik, ik ben een autodidacte, dus ik leer heel veel op mijn eigen en dat is het beste, het beste, de beste manier om het te leren. Ik moet iets voor mij zien vooral leer dat ik het zelf kan doen. En uh, maar zijn jij ook veel mee geweest als zo Second Man of zo? Als in... ik, heb, oh, ik heb dat heel vaak in het begin gedaan. Ja. En, en ik vind dat niet echt. Nee, natuurlijk. De, de quote van vandaag in mijn agenda trouwens. Oké, okay, hoe? Ik ga die voorlezen. Is. En dat is een belangrijk Before kings and queens, there were servants. Oké, okay, voilà. Dus uh, dat is ook van toepassing hier. Zo, je moet eerst je in die positie kunnen zetten dat je gehumbeld bent en dat je kunt leren en dat je moet uh, very childish die vragen kunnen stellen van wat is dit, wat is dat? En die mensen die dan in een, in een functie staan eigenlijk hogerop en dat zij uh, kwaliteit leveren, die zijn ook zeer blij om dat te kunnen uit uitleggen, want iedereen is altijd zo van kan ik kan er iets bij leren. Dus uh, je moet je zeker neerhouden op dat vlak om, om te vragen. Zou jij ooit zo iemand, als iemand nu dus stuurt van hey, ik zoek hulp of ik heb je iemand nodig die veel beter is dan mij en ik wil kunnen leren. Zou, en iemand stuurt u daarvoor? Zou jij dat doen? Of dat, is jij al, daar... dat is al gebeurd, ja. En, en ik heb dat toegelaten. En er zijn vaak mensen die mij daarvoor sturen en tegenwoordig is dat een beetje moeilijker, maar ik plan dat in. Ja. bijvoorbeeld uh, een, een jongen uit Oekraïne, uh, die hier nu in België zit, en die zei van kijk, ik ben heel vaak bezig met creativiteit en met filmen en met produceren en ik zit. Ik zit vast met meneer, want ik begrijp de Belgische mensen. En die Belgische mensen zijn gesloten. gesloten, ingetogen, die beschermen hun eigen. En ik heb gewoon tegen hem gezegd: van, kom af, kom gewoon naar mij thuis af. En ik wil eerst u leren kennen als persoon, maar er is hier ook boven een studio waar je u bezig mee kunt houden, laten we iets gaan eten en I'm show you the way how it's done. En die gaat afkomen. En okay. we gaan ons gewoon bezighouden met kunst creëren. Okay, en dat goed. is het belangrijkste. Gewoon zo dat jij mensen een safe space kunt geven om hun eigen te ontwikkelen als persoon zijn en als artiest zijn. Dat vind ik wel mooi, want er zijn er niet veel die dat doen. Nee. Maar met die dat heel vaak als concurrentie zien of zo. Ja, maar ik zie dat niet aan als concurrentie, want mijn kunst spreekt voor zich. Ja. Dus als jij mijn stijl wilt gebruiken, dan is dat oké. Okay. goed, doe maar. Maar ik ben degene die nog steeds die, diegene die afkomt met originele idee En jij bent degene die altijd achter mij gaat lopen en mijn ideeën gaat pakken. Dus ik zie dat niet aan als concurrentie. Natuurlijk, binnen uw business, want we zijn nog steeds in business, moet je wel je strepen kunnen trekken over wat je gaat toelaten. En mocht niet al uw kaarten op tafel leggen, want dan gaan mensen daarmee lopen. En vooral leer dat jij je daar zelf in kon ontwikkelen. Maar over het algemeen heb ik gewoon het gevoel van, en geloof ik in mezelf als persoon zijn, van whatever I do is genuine en intuïtief en origineel. Dus waar. ik twijfel daar niet over. Zo. En dan misschien nog uh, het laatste vraagje. Uh, heb je zo één project waar dat echt kei tof was? Een van je leukste projecten. Dat je zegt van ik vond dat leuk, daarom? Uh, alle werken die ik doe met Elliot. Ik weet niet of jullie Elliot kennen. Uh, Ali. En is hij een Amerikaan ook, of niet? Dus, uh, nee, dat is uh, een jongen die niet ver van mij woont. Ah, uh, nee. Die kan zeer goed zingen. Die heeft ook al dingen met Tasca gedaan, met Chucky. Uh, alles erop en eraan. Maar bij hem is dat zo intuïtief hoe dat we werken. Het laatste, van uh, de projecten, You're Still Young, um, wisten we niet hoe we de cover gingen aanpakken. En ik zei gewoon: van hier is een blad papier, schrijf al uw doubts, al uw fears, alles op dat blad papier. En daar is een blad papier en schrijf al uw dromen en al uw wensen op. En dan hebben wij al die bladen gepakt, we hebben die in de fik gestoken. En we hebben die over elkaar gelegd. En dan heb ik daarop geschreven: You're Still Young. En dat is het eindresultaat. Oké, okay, cool. Gewoon bij hem doen we het gewoon voor de kunst en we proberen ons in een positie te zetten om ongemoeid kunst te maken zonder judgment en, en te veel denken van wat gaat een ander ervan denken. Bij hem gaat dat altijd zeer, zeer kinderlijk, intuïtief gewoon. Omdat hij ook zeer artsy is ingesteld. Oké, okay, dat is wel tof om met samen te ja. werken dan. En soms zit hij ook in de knoop en dan, dan komt hij gewoon naar mij en begint hij te schilderen en zitten we naast elkaar, ben ik aan een ding, ding bezig. Is hij aan het schilderen? Vraagt hij tips rond hoe dat de schilderij, de schilderij eruit ziet? Vraag ik hem tips van hoe ziet mijn kunstwerk eruit? En dat, dat loopt altijd zeer, zeer goed. Zeer, uh, hoe zeg je dat? Intuïtief, hè? Voilà, dat is het ja. woord van vandaag, denk ik. Intuïtie, ja. Volg je intuïtie. Oké, okay, cool. Heb je nog uh, dingen dat je moet pluggen of tips dat je wilt geven aan beginners? Um... Het enige wat ik kan zeggen, heb lief en, en sta open voor liefde. En liefde is gewoon de, het, het, het draagvlak van je kunst. Liefde voor jezelf, liefde voor anderen. En, en als je echt... En ik heb dat bij vorige interviews ook altijd gezegd, maar gewoon die liefde voor jezelf en voor de kunst en voor de mensen gaat ervoor zorgen dat jij gaat geraken waar dat jij wilt geraken. Als je altijd in een persoon, een persoon zet en je in een, in een positie zet van crutchvol zijn en denken dat iedereen tegen je is en paranoia enzovoort. I mean, that could work. Maar op een gegeven moment gaat dat kaarthuisje in elkaar starten. Dus wees gewoon een goede uh, goed persoon. So, en verdiep, wees niet bang om je te, te verdiepen in bepaalde concepten, geloven, die uiteindelijk inspiratie kunnen bieden voor je voor kunst. So, wees liefdevol en al hetgene wat je doet gaat liefdevol zijn en al hetgene wat je gaat ontvangen gaat liefdevol zijn. Allright, ik denk dat, dat een einde hier ja. dan een goede eindiger is. Dan wil ik uh, u bedanken om te komen voor de tijd. Dan uh, wil ik ook alle mensen bedanken die geluisterd of gekeken hebben. En dan zijn wij er binnenkort terug. Ciao.